Hey, het zijn je boys Jimmy en Christian en we zijn vandaag op het mega vette gratis festival Reuring in Purmerend. Ja, maar Jimmy, wat gaan we doen hier? We gaan mensen aan de tand voelen wat ze nou echt van het festival vinden. Ja. Of ze het gezellig vinden. En of ze dit nog een keer gaan doen. We gaan ook proberen artiesten te interviewen. Zo hebben we Maan. Wayland komt ook. Oef. En Busy. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, 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 traag. We staan hier dus met de knapste drie vrouwen van Reuring. Hoe is het met jullie? Vinden jullie het een beetje gezellig? Ja, het sfeertje is goed. Ja? Het weer ook, toch? Ja. Alle vierde dagen was het heel gezellig. Ja, het was druk. Oh, jullie vandaag zijn ook de andere dagen geweest? Alle dagen. Die hard. Oh, jullie zijn niet die hard. Wij zijn er alleen vandaag natuurlijk. En zonder ons gaat het niet door. We hebben een opdracht voor jou. Oh. Je moet de wave gaan doen met vijf mensen. Ja. Dus je gaat nu zoeken naar vijf mensen voor de wave. Eén. Twee. Deze doet ook mee. Die doet ook mee. Die doet ook mee. Kom mee, kom mee, kom mee. We gaan een wave doen, we gaan een wave doen. 1, 2. Bedankt jongens, bedankt. Goed gedaan, goed gedaan. Wat is het gekste wat jullie hebben meegemaakt tijdens het uitgaan? Vroeger toen jullie nog veel uitgingen. Weet je, in mijn situatie nu, zeg maar. Nee, heel raar, apart voorprogramma gezien. Toen ging ik naar een concert van Joe Jackson en toen was het in het voorprogramma was Django Edwards. Een soort van komiek. En aan het eind van zijn act stond hij eigenlijk helemaal poedelnaakt. Met helemaal niks aan. En meneer, waar is dat? Waar, wat heb ik gemist? Was het wat of niet? Het was heel grappig. Wat is jouw chandance? Chandance move. Ja, gewoon. 3, 2, 1. Nee. Dit is haar chandance. Wat vinden jullie nou van Reuring? Wat vind ik van Reuring? Dat is een goede vraag. Het is gratis. Gezellig, ja, inderdaad. Het is gratis, dat is al op zich al chill. Iedereen komt bij elkaar. Als je met je vrienden bent, gezelligheid kent geen tijd. Je gaat op zoek naar goede muziek. Ja. Wat gaan jullie wel eens op naar festivals gewoon? Of alleen dit? Niet heel veel meer, maar ja. Niet meer? Gewoon een beetje oud. Ja, nee, ik ben niet oud, maar ik ga niet zo heel vaak naar een festival. Nee, want dat vind je niet leuk? Nee. Oké. Okay. Wat vind jij nou van Reuring? Ik vind het zondag de leukste dag. Dus vandaag. Dat is vandaag. Dus City Slam. Elk jaar ben ik erbij. En nu ook. Alleen een beetje jammer van de regen. Ja. We hadden eigenlijk wel een zonnetje verwacht, hè? Maar ben jij niet een zonnetje in huis? Nee, zo kunnen we het doen. Maar. Ga je ook wel eens naar een ander festival, of niet? Slam. Okay. Ken je dat? Ja, ja. Ja, dat was Koningsdag bedoel je? Ja, dat. Oké. Okay. En voor de rest niet? Nee. En jij? Ga jij wel naar een festival? Nee, niet echt. Ik was te jong voor Slam. Ja. Wat ben jij meer? Ben jij een clubganger of een festivalganger? Eigenlijk meer een festivalganger. Dit is een festival. Ja, ik weet het. Ik hou meer van de regen. Van de zon. Ja. Sowieso de zon. En dat is altijd leuker, toch? Leuk dat je er bent. Je hebt echt super goed opgetreden. Wat vond jij van Reuring?
Heel leuk, superleuk. Ja. Ja, ik ben een van de eerste artiesten nu hier vandaag. En toen ik ging soundchecken zag ik echt oprecht 3 mensen staan. Ik dacht, oh nee, als dat maar goed komt zo meteen. En toen ging ik voor het echt het podium op en stond het hele veld vol. Dus ja. Daar ben ik heel blij mee. Ah ja, er wordt nog wel eens gezegd dat het publiek in Purmerend moeilijk te oppeppen is. Ja. Maar denk jij dat het gelukt is? Ik merkte in het begin wel dat als je vraagt of mensen gaan springen of hun handen omhoog doen, dat dan niet iedereen dat doet. Iets moeilijker. Ja, klopt. Maar dat ligt ook een beetje aan het tijdstip van de dag, denk ik. Want het is nu 2 uur of 3 uur. Het is nu bijna 3 uur, volgens mij, als ik het goed heb. Dus mensen hebben nog niet echt een biertje op of zo, weet je wel. En die zijn dan misschien niet helemaal in de feeststemming. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar op het einde, de laatste 4, 5 nummers, toen ging iedereen al los. Ja. Ja, dat waren natuurlijk ook je bekende nummers. Ja, precies. Dat bewaarde altijd een beetje tot het einde. Je hebt nu ook een nieuw nummer, dat heet Spijt. Ja. Leuk nummer, moet ik zeggen. Dankjewel. Heb jij ergens spijt van, of niet? Dat is een goede vraag. Ja, het nummer moet toch ergens vandaan komen, of niet? Nee, heel veel mensen vragen wel eens of ik spijt heb in iets wat ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan. Doordat die carrière nu zo snel is gegaan. Maar ik vind eigenlijk van niet, want over alles heb ik heel goed nagedacht. Ja. En alles wat je een keer misschien niet goed hebt gedaan, heeft je toch wel iets goeds opgeleverd. Of in ieder geval een ervaring dat je voor de volgende keer weet, dit leert ik niet meer. Je leert er altijd van. Zeker. Vond je het leuk, het festival hier, Reuring? Ik vond het echt geweldig. Ja? Ja? Ja. En hoezo vond je dit zo geweldig? Nou ja, kijk, optreden is natuurlijk altijd gewoon leuk. Maar het verschilt wel bij optreden wat voor publiek je hebt, hoe groot het is en zo. En natuurlijk is dit met zo'n podium is natuurlijk gewoon een groter feestje dan in een tentje staan ergens. Maar dit was wel de eerste keer dat ik echt dacht van het maakt dus geen zak uit of mensen exclusief kaartjes kopen of niet. Wij blijven het gewoon mooi vinden. Ja. Ik moet zeggen, als ik denk dus aan jou als artiest, voor mij was je er echt gewoon boom, was je er gewoon ineens. Ja. Er zat geen opbouwende lijn in. Voor mij dan, voor jou waarschijnlijk wel, zelf natuurlijk. Want je werkt ergens naartoe. Nou ja, kijk, dat is allemaal achter de schermen. Ja, precies. Ja, als je dat zo bedoelt dan wel. Ja. Maar in principe was het voor ons ook in één keer, wow, in één keer gewoon mind made up, all things. Daarvoor someone you. Dus voor mij was het ook wel best wel... Ik heb hele gave nummers. Ik denk dat je nog heel ver gaat komen als ik het zo doe. Who knows? Ja, we blijven gewoon lekker doorgaan. Ben jij nou een festivalganger of een clubganger zelf? Clubganger. Wel, hè? Ja. Wat maakte dat je dan wel zelf gewoon echt een clubganger bent, maar dan geen festivalganger, terwijl je daar makkelijker zeg maar zelf op kan treden? Ja, ik vind, ik denk dan nu, ik zie het nu voor me in de context van, ben je een festivalganger? Dus ga je graag naar festivals? Nee, helemaal niet. Nee. Ik haat modder, ik haat overal bier op mijn kleding, ik vind dat helemaal niet chill. Als je moet optreden? Ja, nee, maar dan zit je in je muziek, dus dan ben je weg eigenlijk. Dan maakt het niet uit of je in een club staat of in een... Nee, dan vibe is wel iets anders. Leuker. Ja, daar is de vibe misschien iets... Zoals dit. Het is gewoon loden. Nou, dat was het alweer. Het een van de leukste gratis festivals hier in de buurt van Noord-Holland in Purmerend. Reuring, wat vond jij ervan, Christian? Ik vond het gaande, ik vond het mooi, ik vond het geweldig. Heb je het gezellig gehad? Ik denk het wel en hij denk ik ook. Heb jij het gezellig gehad? Jawel, grappie. Is goed. Hé, hey, dankjewel man. Later maar. Later. Hey, je ziet het. Veel gezellige mensen. Ja, iedereen komt naar je toe. Ook al wil je het niet, ook al wil je het wel. Ze komen gewoon. Volgend jaar is dit festival natuurlijk gewoon weer. Wees daarbij. Wees daarbij. En misschien zien we jou daar wel. Hè? Ik denk het wel, want wij zullen er gewoon weer bij zijn bij Razende Reporters Reuring. En misschien kunnen we samen een dansje wagen. Tot volgend jaar. Later. Doei.